Je smartphone, de tandenborstel, de kruimeldief voor mijn part. Apparaten opladen gaat natuurlijk bijna altijd goed. Maar soms ook wel eens heel erg fout. En een afgrijzelijk voorbeeld daarvan in China is gefilmd. Hier rechts in deze woonkamer staat een elektrische step op te laden. Daarvoor de tv. En vader en dochter zitten lekker tv te kijken. Als ineens een harde knal klinkt en een rookwolkje opstijgt. Nou, vader bedenkt zich geen moment, trekt de stekker uit het stopcontact en grist ook zijn dochter maar mee. Want allemachtig, geen verkeerde beslissing. Even later ontploft die accu en staat de hele kamer vol rook. En er breekt zelfs even brand uit. Hier zie je het nog eens in de herhaling. Let ook op de hond die daar ligt en opveert van die harde knal. De schade is omgerekend een kleine 2000 euro. Veel made in China daar waarschijnlijk, dus het had allemaal nog relatief veel erger kunnen zijn. De vader is ondertussen wel bezig om een vergoeding los te peuteren van de fabrikant. En ondertussen luidt het advies opladen in de gang of in de garage. In ieder geval niet in de woonkamer.